Reguliere Instagram stories verdwijnen na 24 uur. Maar highlights kun je op je profiel plaatsen en daar laten staan zolang je wil. Als merk kun je zo zelf kiezen welke verhalen je via je profiel extra onder de aandacht brengt. Maak bijvoorbeeld categorieën op bepaalde onderwerpen of producten. Hoe krijg je dit voor elkaar? Nou, ten eerste zorg er bij je instellingen voor dat je stories automatisch worden gearchiveerd in de cloud. Deze stories kun je vervolgens gaan highlighten. Klik hier opnieuw om een highlight te maken en kies dan voor bestaande of gearchiveerde stories. Of druk vanuit een story op highlight. Kies dan een korte titel en een cover en je bent klaar. Deze leuke icoontjes maak je zo. Maak stories waarin je de icoontjes verwerkt. Zet dan die stories in je highlight en verander vervolgens je cover. Je kunt zelfs inzoomen. Voilà. Hoe gebruik jij de Insta Highlights? Laat een reactie achter. Ik ben heel benieuwd.